Leerdoel uitval. Mobiele telefoonproducent Rosijn wil graag meer inzicht in de kostprijs van haar producten, inclusief de eventuele kosten van niet verkoopbare telefoons met productiefouten. De gegevens zijn weergegeven in deze tabel. Daarnaast is bekend dat Rosijn door slim gebruik te maken van de laatste technologie 40% van de gebruikte grondstof van de afgekeurde productie, uitval, weer kan terugwinnen. De kosten voor dit terugwinnen zijn 2000 euro per teruggewonnen kilo grondstof. Gevraagd Bereken de integrale fabricagekostprijs van een goedgekeurde mobiele telefoon. Als eerste bereken ik de kosten van gebruikte grondstof silicon. Tijdens de productie van een batch mobiele telefoons ontstaat 25% afval. De hoeveelheid gebruikte silicon voor een productiebatch is 1 kilo gedeeld door 1 minus het afvalpercentage van 20% is 1 en een kwart kilo. Er is dus een kwart kilo afval. De prijs voor 1 en een kwart kilo silicon is 6250 euro. Stap 2 is het bepalen van de opbrengst van het afval. Van de verloren kwart kilo verloren silicon kan 50% worden teruggewonnen voor hergebruik. Dit vertegenwoordigt een waarde van 50% maal een kwart kilo maal 5000 euro. Dit is 625 euro. De kosten voor het terugwinnen zijn 1000 euro per teruggewonnen kilo. De kosten voor het terugwinnen bedragen dus 50% maal een kwart kilo maal 1000 euro. Dit is 125 euro. Stap 3 is het bepalen van de overige kosten. Naast de grondstofkosten en opbrengst van het afval zijn de arbeidskosten per productiebatch 500 euro en worden er nog twee uur machines gebruikt van 100 euro per uur. De totale kostprijs voor uitval wordt 6.350 euro. Als vierde stap bepaal ik de kosten met betrekking tot de uitval. Van de productiebatch van 100 stuks wordt 10% afgekeurd. Uit deze afgekeurde telefoons is 40% van de gebruikte grondstof silicon terug te winnen. De opbrengst van de teruggewonnen silicon uit de afgekeurde telefoons is dus de uitval van 10% maal de gebruikte hoeveelheid silicon van 1 kilo, maal de 40% die herwonnen kan worden. Dit is 40 gram. Deze 40 gram levert 5000 euro per kilo op en kost 2000 euro om terug te winnen. Per saldo levert dit 120 euro op. Nu ik alle kostenposten berekend heb, bepaal ik de totale kostprijs per goedgekeurd product. Hiervoor tel ik alle kosten op. De totale kosten van de productiebadge zijn dus 6230 euro. Deze kosten vertegenwoordigen 90 goedgekeurde telefoons. De kostprijs per goedgekeurde telefoon is daarmee 6230 euro gedeeld door 90 en dit is 69,22 euro. Dat is het antwoord op deze vraag.